Er komt een nieuw album van jou. Vertel er eens iets over. Nou, we hebben nog geen liedjes van het album. Er komt wel een album aan. Ja, dus de allerlaatste... die staat volgens mij nog op het oude album. Ja. Maar er komen eigenlijk volgens mij 12 of 13 nieuwe nummers aan. En die wordt gelanceerd op 4 juli. Verschillende tekstschrijvers of heb je één tekstschrijver? Ja, de meeste schrijft nu Tom Peters, dat wel. Het was al een paar jaar in de planning dat ik misschien naar Tom zou gaan. En ik heb dat zelf een beetje afgehouden in het begin. Want ja, ik vond het allemaal een beetje eng, weet je wel, die grote dingen. En ik denk, ik ga eerst nog een jaartje lekker door met zingen zoals het ging. En toen heb ik de stap genomen naar Energy en het bevalt me prima. Nou, er staat ook nog een heel mooi concert in de planning. Het is nog niet helemaal rond, maar zo goed als zeker dat we op het eind van het jaar iets heel groots gaan doen. Maar daar mag ik nog heel hard niks over verklappen, maar het zit er wel aan te komen. Waarschijnlijk in een bos, maar het is, ik zeg al, iets best indrukwekkends. Zo groot heb ik het nog niet gedaan. Ik heb vorig jaar de Maaspoort gedaan. Daar konden er zeg maar 3000 mensen binnen. Dat was heel indrukwekkend voor mij, want ja... Ik was er zo zenuwachtig over. Maar dit jaar schijnt het nog iets groter te worden. En we zijn ermee bezig. En laten we het hopen dat het allemaal goed verloopt. Dan zien we het vanzelf.